FC Lienden op het eigen sportpark de Abdijhof tegen Kozakkenboys Lienden in het traditiegetrouwe shirt van blauw en wit. De eerste kans van de wedstrijd in de maak van Kozakkenboys. De trotse nummer 2 van de ranglijst. De best of the rest na Jong AZ. Hier is dit een schot, een goed schot. Schimmel met de redding. Maar het schot is uitstekend. Tavares was de man die uithaalde. Ploeg van Buijs. Danny Buijs is de betere ten opzichte van Lienden in die eerste helft. En daar een stevige overtreding, wel degelijk. Alleen er komt geen kaart. Buijs overlegt nog eens. Maar de kaart blijft bij deze overtreding op zak. Als Abdullahi onderuit wordt geschoffeld. Lukoki geeft mee aan Tavares. Daar Lukoki, Tavares mist. En dan is het Schimmel die rustig oppakt. Everton Tavares, zoals we hem kennen vanuit het middenveld. Foutje dan. En de kans op de goal voor Moreira. Maar Amad Mendes Moreira heeft zijn vizier nog niet goed staan. En waar blijven de kansen dan van de thuisploeg Lienden? Van Eem, even terug. En dan in het middenveld zoeken naar Dangwa. Frank Wiaffe Dangwa, de man die in de spits speelt bij de ploeg van Kra Junior. Goeie actie nu met Lukili en klaargelegd. Maar dan komt die bal niet op doel. Intezar was het die het schot plaatste. Dat uitkwam uiteindelijk weer bij de cornervlag. Weer Intezar. Lienden dat zich veilig speelde. Dat lange tijd dacht dat het de strijd tegen de degradatie moest spelen. Maar uiteindelijk toch vrij zeker van de tweede divisie. En een goede actie dan van Dangwa. Al heel snel dat Kraai wist dat hij ook volgend seizoen in de tweede divisie speelt met FC Lienden. Tavares. Goed meegegeven daar. En nu de voorzet op Lukoki. Die komt er niet. En dan gaat die bal tergend langzaam langs de doellijn. Herkansing. Maar dan uiteindelijk weer geen doelpunt. Abdullahi was de man die zo gevaarlijk werd op de achterlijn. Ruststand 0-0. En dus de tweede helft. Met ongewijzigde ploegen. En het balbezit voor Dangwa. In een tweede helft waar Lienden zich wel eens mag laten zien. Want daar hebben we de eerste helft weinig van gezien. Van Eem was het met het schot. Daar de voorzet. Nu de kopbal. Als daar Lukili weer is. Zijn laatste wedstrijd voor FC Lienden. Hij vertrekt volgend seizoen naar De Dijk. Een nieuwe ploeg die komt in de tweede divisie. Klaarleggen voor Dangwa. Uitstekend gedaan. En dan gaat hij binnen. Hogendoorn dacht dat hij hem had. Maar hij heeft hem niet. En dus is het Frank Wiaffe Dangwa. Met de 1-0 voor de thuisploeg. Uitstekend teruggelegd daar. En de misrekening van Jesper Hogendoorn, de doelman van Kozakkenboys. En Lienden op een 1-0 voorsprong. En daar zag het in de eerste helft er zeker niet naar uit. Tavares weer. Tavares van ver. En dan Schimmel die op moet passen. Herkansing. Maar die komt er dan ook niet van Moreira. Die al wat kansjes heeft gehad. Ook deze man trouwens. Tavares. Maar Kozakkenboys komt niet tot scoren. Daar de valpartij met El Azouti. En daar is het Danny Buijs die de Hans Kraai Junior truc probeert om dan een vrije trap te krijgen voor El Azouzi. Maar die krijgt hem niet. Kraai bekend om dat jasje gooien. Overigens, de wedstrijd in Werkendam werd een zegen voor Hans Kraai Junior. Toen het deze Lukili was die de winnende maakte. En kijk eens wat Lukili hier doet.
Hier scoort hij de 2-0. Abderrami Loukili, zo belangrijk voor FC Liende. Hij had er al 15 in liggen. En dit is de nummer 16 van Loukili. Kapt daar goed zijn man uit. Jacoba is dat en dan is dit de 2-0. En heeft Kozakke Boys het nakijken. De ploeg die de eerste helft in handen had, zien we vrijwel niet die tweede helft. En hier, Loukili, nee. Nog net Pollemans voorkomt de 3-0. En deze Loukili krijgt een publiekswissel. Was heel belangrijk in die jaren bij FC Liende. En vertrekt nu richting Amsterdam. Wilsterman. En dan loopt het fout af. Maar is het meteen het laatste wapenfeit. En wint FC Liende de laatste wedstrijd van het seizoen met 2-0 van Kozakke Boys.